Goedemiddag, kijkers van Baronie TV. Wij staan hier in het Vaterland voor de optocht. Het motto hier is We een platje. En dit jaar is heel bijzonder voor ons in ieder geval, want wij hebben ook beelden vanuit de lucht. Ted, wie doet dat? De tweede cameraman voor vandaag is Gino. En Gino is dronepiloot. En Gino is lid van de MVSO, Model Vliegsport Oosterhout. En we zijn heel erg dankbaar dat hij zijn diensten verleent aan Baronie TV. En als eerste zien we hier de grote olifant van de Vaand. En die delen de publieksjuryformulieren uit. En dit zijn de zwervers. En dan zien we hier een dansende jeugdraad. Ook de jeugdprins en prinses van Pottenscheiterslaan zie ik achterin meedansen. En hier zien we het feestteam van Vaterland, de Prinsenwagen. En prins Theodorus de eerste. Hey! Ja! Nummer 11, CV De Geitenbreiers. Dat is een klein jeugdgroep. We hebben een primeur in het Vaterland, hebben altijd de Pottenscheiterslaan meegelopen. En nou willen ze vliegensvlug ook een keer door het Vaterland rennen. Hij kikt dus wel een platje des te waren en hoe dat de tijd vliegt. Op nummer 12, de jeugd van CW De Vaand in de categorie grote jeugdgroepen. Op nummer 13, CV tweetonig in de categorie individuele en duo's. Na 11 jaar eentonig geweest te zijn, is hij ermee gestopt. En nu is hij weer terug in een nieuw jasje, maar dan tweetonig. En kijk eens wel een platje. Op nummer 14, de Foxy Girls. In de categorie individuele en duo's. Die maken mooie platjes. En hier zien we de Raad van Elf van het Vaterland. Nee, van Pottenscheiterslaan. My fanclub. Op nummer 15, CV De Deurdraaiers. In de categorie grootwagens. Motto van hun creatie is Wen Platje. Het is net een Venetiaans stratje. En je waant je al echt in Italiaanse sferen. Het wordt zelfs warm. Maar dan kan ik zeggen dat we even uit de wind staan. CV Destiny Nix uit Pottenscheiterslaand. Doen voor het derde jaar mee hier in Vaterland. Categorie kleine groepen. Om te laten zien dat Cleopatra uit Egypte is gekomen.
wel een mooi platje is daar. Op nummer 17, CV De Badkasten, categorie grote jeugdgroepen. Deze badkasten proberen tijdens de optocht het ideale platje te maken voor de fotograaf. En ze vragen zich af of dat gaat lukken, of dat Barbie en Ken altijd het ideale platje zijn. Op nummer 18, CV De Laaileeuwkes, in de categorie wagens uit de regio. Kom naar het Potterscheiterslaan. Ze zijn mijnwerkers en zijn op zoek naar het beloofde goud. Bij een platje voor jong en oud. Op nummer 19, CV De Gattapen, en in de categorie grote groepen. Met de jachtstaal van de Gattapen, die heeft gisteren de Alex de Grootprijs gewonnen in Potscheiterslaand. En daar is een prijs als verdienste voor de carnaval, zeg maar, voor de jeugd. Zoiets. Ze bestaan dit jaar 11 jaar, De Gattapen. En ze laten zien ieder platje een jaar. Hier staat iemand in het publiek die wil ons interviewen. Ja. Vertel. Wat doen jullie hier? Wij maken een heel mooi verslag voor Barbie TV. Van de optocht. En wat doe jij hier? Ik kom kijken naar de optocht. Oh. Ja. En ook naar de presentatrice van de Barbie TV. Jou. Je komt naar jou kijken. Oh, wat stom. En dit is Lise. Lise is vandaag jarig. Op nummer 21, De Narren. In de categorie wagens uit de regio. Ze komen uit Hank. Hun motto daar is: het oogt goed. Ze nemen de reconstructie van de A27, knooppunt Hooipolder, even op de hak. Want daar zijn ze allemaal niet mee eens hoe dat allemaal geregeld wordt. In een avatar-kostuums protesteren ze tegen de gang van zaken. Er was eens een volk dat woonde aan de Rijksweg. Helaas leefden ze nog in een prehistorisch tijdperk. Hooipolder is het laatste knooppunt in Nederland met stoplichten. Bij de aanleg is er rekening gehouden met een klaverblad. De minister wil de files tijdelijk oplossen met een verbinding van. Op nummer 22, CV Wijok, ook uit Hank, in de categorie kleine wagens. En wij een mooi platje, al die smurven. De natuur en het je bol smurf. En mijn gargamel, je kent hem wel, die gaat er tegenin. Hey, kom naar Smurfenland, welkom. Op nummer 24, CV De Playboys in de categorie grote wagens. Met een platje die Zeus. En met deze vier elementen verslaan ze hem glorieus. Licht, vuur, aarde, water. Thank you.
echo, boven in de wolken, bedonnert de Griekse wereld Zeus ons vaderland. Gelukkig zijn daar onze dappere playboys die strijden voor een donderloze carnaval. Dit is ons kleinste laaileeuwke, Meesje. En Meesje houdt ook van feesten. En Meesje houdt van een feestje. Op nummer 25, wij drieën in de categorie kleine groepen. Ze voeren al voor de 10e keer een platje tijdens de optocht in het Vaterland. Ze gaan op zoek naar het mooiste platje. En je staat er gelijk op, zie je wel. Op nummer 26, duo de scheve schetsen. In de categorie individuele en duo's uiteraard. Het is de eerste keer dat ze meelopen trouwens hier in het Vaterland. Op nummer 27 CV de apenkoppen in de categorie kleine wagens. Deze jongelui zijn gemiddeld 13 jaar, hebben zelf een wagentje gebouwd van snoepjes. We hebben die jongens zo te zien ook lekker van gesnoept. En die meisjes die helpen nou om het er weer af te trainen, zodat ze er weer uit kan zien als een platje. Nummer 28 CV de biljarthangers in de categorie kleine groepen. Ze zijn al 10 jaar een platje in een optocht. En als je zo lang meedoet, dan blijft er ook zo strak uitzien, hè? En of daar mooi platje is, ja, ik weet niet. Ik vind dat wel een mooi platje. Het is een strak platje. Twintig CV de Rauwdouwers in de categorie wagens uit de regio. Uit de Heikant komen deze. Er zijn van het jaar maar liefst 6 babytjes geboren binnen de Rauwdouwers. Afgelopen jaren, dit jaar ook alweer 2. Ze willen met deze wagen een statement maken richting de Eikel. Er is nogal veel gezeur in het nieuws. In plaats van positieve berichten en met uitreiken van de Gouden Eikel hopen ze deze lieden even in het zonnetje te zetten, zodat ze zich de rest van het jaar koest houden. En daarbij hadden ze toch altijd al de droom om als eekhoorntjes verkleed te gaan, dus dat kwam goed uit. Duo Ik en Gij in de categorie individuele en duo's. Alle seizoenen hebben een charme, wel een platje. Maar ze hebben wel publiek nodig om dat platje compleet te maken. CV Chop Chop in de categorie grote wagens. Chop Chop laat dit jaar alles Delfts blauw kleuren. Delfts blauw zit natuurlijk vol mooie platjes.
Op nummer 32, de Party Kids. Dit zijn kindjes in de leeftijd van 4, 6, 7 jaar. De jongens van de Party Boys hebben een flinkje gelast op een karretje. En de kinderen hebben zelf, met een beetje hulp uiteraard, dat karretje helemaal beplakt en geschilderd. De bedoeling is natuurlijk dat ze over 10 jaar zelf weer doorgaan. Gevolgd door de Party Boys zelf op nummer 33. In de categorie wagens uit de regio, uit Potterscheidersland. De laatste paar jaren bestaan de Party Boys ook uit jeugd, voornamelijk rond de 18 jaar. Ze hebben dit jaar de grootste wagen gebouwd die ze mochten bouwen. Ze wilden heel graag meedoen met de grote jongens. Ze spelen live met de fanfare. Echte hoenpapa's. Op nummer 34, CV de Toptrappers in de categorie wagens uit de regio, uit Den Haaikant. De schoolmaster heeft er schoon genoeg van. Maar al met al na een open show is het toch weer een mooi platje geworden. Op nummer 35, CV de Faunt in de categorie grote wagens. Zijn motto is: even een bear op de trojka door het ver. Het is een Russisch platje. Het is wel internationaal vandaag. Hè? We hebben ook al een Italiaans platje gehad. Dallas Blauw is nogal een Nederlands platje. Nou, we hebben een Russisch platje. Op nummer 36, CV de Durdouwers. In de categorie wagens uit de regio, uit Den Haaikant. Ze gaan op schoolreisje naar Toverland. CV de Bende van Ellende in de categorie grote wagens. Het is pas de tweede keer dat ze meedoen. En ze hebben een heel attractiepark gebouwd op en rondom de wagen. En ze delen geen snoepjes uit, maar knuffels. Als ze klaar zijn met dansen, denk ik. 30 CV OK in de categorie wagens uit de regio. Ook uit Den Haaikant. Die doen het ook al 9 jaar weer. Ze zijn begonnen in een schuurken in Den Haaikant. En die hebben nu al 4 jaar een grote wagen. En in het kader van een internationale optocht brengen ze een stukje Ierland naar het ver. Dat is een schoon platje. CV de Leuthappers in de categorie grote wagens. Het bladje van de Leuthappers staat over het feest op de Wallen. Vandaar een motto, van Sadoel tot aan de Jordaan zal dit bladje niet meer staan. Kan er allemaal wel hier ver, de Wallen er naartoe brengen. En dit was alweer de optocht in het Vaanteland, in Raamsongsfeer 2017. Zit er weer op. Helaas, het was hartstikke leuk. Ik heb ervan genoten. En ik hoop u ook. En heel graag weer tot volgend jaar. Houdoe!